Vormgeving is een, de balans zoeken tussen een fijne, spannende layout. Dit is regelmaat. Dit is, hier zit heel veel orde in. Mm-hmm. En dit, dit is een en al chaos. Als het je misschien opvalt dat deze witte mars hier al, mm-hmm. die afstand, die geldt eigenlijk ook precies als je de foto zou doortrekken, dat die al onder, de, onder het, dat tekstblok. Oké, dat was me echt nog nooit opgevallen. Nee. Grappig. Ja. Ik ben dus echt van de regelmaat en we gaan hier naartoe. Ja. En ik bedenk me nu ineens dat het eigenlijk wel heel spannend is als een van deze balken een stukje korter is. Dus ik wil hier een cirkel plaatsen. Het is allemaal een beetje uit de hand geknipt. En even kijken hoor, als ik hier zo. Zo. Ja. Maar dan moet er hier nog iets. Het is heel veel leegte hier aan. Hier ga ik nog iets mee doen eigenlijk. Precies in het midden en naar mijn gevoel vind ik het te saai. Maar ik kom meer tot rust eigenlijk. Ik ben eigenlijk je gaat als het gedwongen eigenlijk als het ware moet je wel dingen gaan doen die je anders waar je anders geen tijd voor hebt en zo. Mm-hmm. En voor mij is daar wel een oplossing eigenlijk. Ja. Maar, en dat is het nadeeltje van geel. Ja. Geel. Een lichte kleur, ja. Heeft weinig kleurcontrast op wit. Dus ik moet eigenlijk weer een andere kleur gebruiken. Ja. Ja, leuk, want dan lijnt het hiermee. Nou ja. Een beetje fantasie in natuurlijk. Ja. Dat wil ik. Want dat groen, mm-hmm. dat lijnt met die stip. Ja. Geniaal toch? Ja, al zeg ik het zelf. Ja, precies. Ik. En ja, ik vind dat het toch. Er moet hier nog iets gebeuren. Maar wat? Ik zie ook nog dat je blauw hebt. Dat gebruik je niet. Ja, blauw, dat heb ik ook nog. Ja. Eén stukje blauw ten opzichte van al die andere kleuren. Hè? Ja, precies. Dan lijnt het hiermee, mm-hmm. het lijnt hier. Kijk, dan lijnt dit zo.
Hij is af. Top, ja. Marco. Ja. Dankjewel. Ja. Ja. Qua vormgeving ben ik er nu tevreden over. En het lijnt niet allemaal... Ik heb hier ook wit gelaten. Mm-hmm. Maar het leuke is juist dat je die hoeken... Die verzin je er zelf bij. Ze zijn onzichtbaar. Ja. Maar ze zijn er wel. Zo werkt je geest. Ja, precies. Ja. Oké.